een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. En ja, ik moest even thuis weg. Want, oh, dat je piep, 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 piep. Even een kleine rondritje maken. Maar wel met wijsmuziek op. Dus dat betekent niet dat ik kan onderuit kan filmen. Dus ja, sorry daarvoor. Dus ik ga even mijn hoofdje leegmaken. Tanken, moet ook gebeuren. En dan nog naar muziek luisteren. Oh ja, naar muziek. Yay. Allee, ik zie jullie allemaal straks weg voor mijn hoofdje even leeg te maken. Ik ben me nu aan het scheren. Ik ga nu ook nog onder de douche. En dan ga ik even chicken nuggets maken. Dat staat er ook nog allemaal op programma. En dan ga ik me even bezighouden met de computer. Ik heb al een paar keer geprobeerd de Q&A op te nemen. Dit is heden niet gelukt, omwille van te veel buitengeluiden. Ja, want ik zit hier nu om in een badkamer nu te filmen, dat het hier wat redelijk geluidsstil is. Dus, en dan kan ik hier ook perfect, dat ik ook in de douche stappen, hè. Dan niet. Dus, ja, dit is nu momenteel het stilste ruimte op mijn appartement, waar je de werkzaamheden dus echt niet hoort. En dan om 4 uur heb ik s'avonds ook nog een gesprek met Open Thuis, Doreen. Die komt ook vrijdag even af, want ik heb hier een serieus gesprek, zowel met Doreen, papa, mij, als Alice. We zijn dus met 4. Dat moet buiten gebeuren. Als het binnen gebeurt, sta ik er niet voor in voor de gevolgen. Ik wil dat niet. Ik wil dat echt, maar ik echt niet dat dat hier binnen wordt gedaan. Waarom niet? Wegens dat... Allee, hoe moet ik het zeggen? Ik zie hier nog iets. Oké. Dus... ja, met die coronamaatregelen, ik hou dat nog altijd in 8. En dan ga ik zelfs nog naar mijn schatje toe. Oei, hier lag nog iets op de grond. Even opgeraapt. En nu ga ik mee douchen. Tot zelfs allemaal. Even het licht terug uit doen. Nu, oh, die heerlijke chicken nugget scheur. Kom mij al tegemoet. Ja, ik heb ook voor de veiligheid de verduizen terug afgezet. Terwijl dat ik er niet aanwezig ben. Dat doe ik altijd. Dus nu even terug wachten tot het tot de juiste temperatuur is. Maar nu is het al warm, s'nachtje. Die is allemaal voorverwarmd. En ja, ik zit met een boten bovenlijf hier rond te lopen. Ik heb nog geen goesting om mijn broekje aan te doen. Omwille van, ja, ik moet toch nog niet weg. Ik moet zelfs pas weg. Dus dan is dat ook weer al in orde. Voor de rest, ja, ik ga dus even chicken nuggets eten. Dus zo, tot zelfs allemaal. Met wat getokkel op de gsm. Ik kon niet meer doen hier op mijn appartement. Omwille van de werkzaamheden hier op de straat. Ik ga jullie zoiets van meenemen. Ja, heb ik gewoon nog wat spelletjes te spelen op mijn gsm. Oeh, fun. Jee. Ik ga nu naar mijn ouders toe. Jee. En dan kom ik even terug voor mijn eten hier op te warmen. En dan ja, ga ik al terug door naar mijn schatje. Ofwel, waarom ik het geen erop en eet ik het in de auto. En dan ga ik wat Pokémon's vangen. Jee. En nu zijn hier ook wel de werkzaamheden gedaan. Maar wat ik wel kan doen is... Ik heb toch al gezegd tegen mijn ouders dat ik mijn eten later kom halen. Ik ga al de Q&A vragen. Ga ik even afprinten. Zowel die van op YouTube als die van... Discord, en die beantwoord ik dan wel in de auto. Misschien helpt mijn schatje er wel bij. Zo mensen, ik heb hier dus de vragen en de antwoorden bij van Discord en YouTube. En binnenkort ga ik ook nog de vragen erbij nemen van
Facebook ook, wat er is op gereageerd, ook op de postjes en al. Dan weten jullie dat. Moet ik iets meenemen? Daar is het. Ja, dan pak ik liever een nepel mee. Voilà. Hopelijk laat niks vallen nu. Voilà. Dus ik ga jullie laten. Dus ik ga nu naar mijn ouders toe. En dan van mijn ouders naar mijn schatje. Joe. Winkel aangekomen. Kom ik even mijn nootjes halen. Hier, pak 66. Voilà. En zij moest de gemixte hebben. Dat is deze. Dan ga ik er twee voor haar. Dus twee gemixte. En ik heb er zo 6. Voilà. En nu moet ik nog drinkjes hebben. Dat moet ook gebeuren. En dan zelfs misschien nog een stukje Q&A. Wie weet. Als ik genoeg verlichting heb. Normaal gezien wel. Ja, ik ga toekomen. Voilà. Dat is moeilijk hoor, met één hand. Voilà. En dan nu naar de kassa. Tot zijn we allemaal. Sorry, alles wat overbelicht is, maar ik sta hier op een hele mooie locatie. Voor jullie hier de Q&A te doen en ik zie blauw lichten. Ik zie echt heel van achter. Serieus blauw lichten. Oké. Ja, ik heb hier dus de reacties bij van de Q&A, dus ik ga dat ook beantwoorden. Gefilmd tot mijn SD-kaart vol is, was, oeps, vlog 1063. Daar zijn 4 reacties op gekomen van DJ Paul. Mooie vlogje. En dan e-mails bro viewboard. Dimi, al uw vlogs zijn altijd al in 780p geweest. Nog nooit in 1000p. 80. Dat is precies wat is gebeurd, denk ik. Waarop DJ Jean-Paul beantwoord bij mij zijn alle vlogs wel in HD 1080p. Het kan best zijn dat als de internet wat slecht is, dat het automatisch naar 780p wordt gezet om sneller te kunnen inladen. En nu ga ik even wachten, want er is weer al een auto daar. Dus ik zie je zo. Voilà, de auto is voorbij. En dan e-mails pro viewbot heeft daarop dan geantwoord. DJ Jean-Paul, ik woon naast NASA. Internet is hier perfect. Ik denk dat je een leugenaarke bent, Jean-Paul. Ik denk het niet. Ik denk het totaal niet. En nu moet ik wel naar de andere bladzijde gaan. Goed dat hier een railing is. Wat er allemaal voor over heeft voor jullie, hè? Toch wel een mooie locatie. Ik eerlijk toegeven, ziet dat daar ook eens hoe mooi. Mooie lesjes. Ik sta hier dus op de kabelbaan van Diepenbeek.
Dan CSGO Danger Zone. Daar is ook een reactie op gekomen van DJ Champol. Lekker Psycho, lekker gespeeld. Mooie gamevlog. Alleen voelt CSGO niet zo realistisch aan voor mijn gevoel. Als je COD Warzone ooit hebt gespeeld, snap je het wat ik bedoel. Oké, dan moeten we eens Call of Duty Warzone eens gaan spelen. Oké, merci voor de tip. Dan de volgende. Veel bestanden kwijt, vlog 1062. DJ Champol opnieuw, mooie vlog. Dankjewel DJ Champol. Dan gaan we over naar vlog nummer 1059. Eén reactie, DJ Champol. Weer een perfecte vlog. Dankjewel Champol. Dan vlog nummer 1061. En ik heb weer al even moeten onderbreken, want er is weer al een wagen daar. Luister maar. Ja, een wagen. Oké, we gaan verder. E-mails pro viewpot 1821. Dus dat is waar ik zo een ijsje zo aan het eten was. Zo. Oh, dat is zo heerlijk, zei ik daarin. Ja, dus dat heb je al vaak gedaan, blijkbaar. Ik denk het niet. E-mails pro viewpot. En dan weer op DJ Champol. Jawel, onze echte vaste reactiemaker van Psycho TV. Ook wel e-mails pro viewpot, dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. En sorry dat het wat overbelicht is, maar daar kan ik niks aan doen. Het is ook nacht. En ik wil iets speciaals doen ook voor jullie, voor hier aan het kanaal eens te filmen. Dan DJ Champol, mooie vlog, dankjewel. En dan e-mails pro viewpot. Een hoodie van 60 euro. Is dat Gucci of wat? Nee. Als je naar andere YouTubers kijkt en ook naar hun accessoires en al, dan begrijp je wel dat het niet zo duur is. Oké, dan. DJ Champol, Gucci zijn dik boven de 100 euro. En dan e-mails pro viewpot heeft daarop dan opnieuw gereageerd. Maar dan moet ik weer naar een andere pagina gaan. Bedankt, Champol, zei het daarop. Oké. Dan gaan we over naar vlog 1060. E-mails pro viewpot. Dat is ene slechte schouderke. Wat is amigo? Nog nooit van een spelletje gehoord. Nee, heb ik nog nooit van gehoord. Dan, zelfs gaan mijn bladeren vliegen. En dat willen we niet, hè mensen, dat willen we zeker niet. Dan DJ Champol, een mooie stream, alleen heb ik hem weer gemist. Ja, sorry. En dan Lucas, saai. Ja, oké, dan. Oh, wat is het moeilijk hier zo op een brug dat te doen. Want hier is altijd veel wind, hè, denk ik. Ook oppassen dat er niks wegwaait, of anders kan dat in het kanaal terechtkomen. En dat willen we niet, hè mensen. Nee, geen milieuvervuiling. Punt uit. Oké, dan. Op de vlog 1063, ja, we hebben het dus al beantwoord. Maar ik had dus ook nog, of ben ik die vergeten, de Discord-vragen. Ja, de Discord-vragen heb ik hier. Oké. Kiefer, waar is Kovat? Kovat, dat weet ik niet waar die naartoe is. Die is altijd nog altijd welkom op mijn Discord-server. De Discord-link staat altijd hier onderaan in de beschrijving, dames en heren. En dan, waar is Smikior? Dat weet ik dus ook niet. Waar is Chefke van Trackmania Plezant met hem? Ik wil ook nog eens met hem eens wel eens Trackmania gaan spelen. Maar nu ga ik hier weer al over die tralies moeten gaan. Ik weet niet of jullie het zien. Ook altijd te goed uitkijken als er niks op komst is. En dan eerst op tussenin wringen. En dan kan ik zo terug naar mijn wagen gaan. En dan kan ik richting huiswaarts gaan. Allee, tot mensen, straks. Ik kom daar nog voorbij. Wat ik ook zei tijdens mijn Q&A van die blauw lichten. Dus ik heb het jullie ook laten zien. Hela. Ik heb niet gevraagd voor aan te gaan, dank u. Dan kunnen jullie dat ook zien. Dus
ik ga jullie even medium on eten. Het is gewoon een botsing. Kijk maar, wacht hè. Ik ga een beetje doorrijden. Zien jullie, het is gewoon maar een botsing. Nee, er is gewoon iemand aangehouden. Aangehouden langs de baan. Kan ook gebeuren. Ik hoop niet dat ik controle tegen gaat komen. Want ik wil nu wel effectief naar huis gaan. En de vlog al in elkaar zeker voor jullie dat het weer al perfect op tijd online komt. Oh yeah. Maar ik zal jullie zeggen, geniet maar weer op van een kleine tijdslapje van hieruit tot bij mijn appartement. Hebben genoten van de timeslap. Ik hoop het van wel. Ik ben nu verder en wel terug thuis aangekomen. In de timeslap, jawel, daar zit de eerste hint. De eerste hint al in voor kraak de kluis. Dus jullie moeten echt heel goed hebben opgelet in mijn timeslapje. Dit is nu de vraag. Wat er ook bij hoort, bij die timeslap, wat je ook moet bijhouden om voor op 13 maart al kans te maken op die fantastische Steam game te waarde van €50. Oké, hier gaan we. Dus ik heb een paar keer een rondje gedraaid op een parking bij een kerkhof. Dan heb ik nog een keer een paar rondjes gedraaid, ik weet niet hoeveel, op de rotonde. Die twee getallen telt je bij elkaar op. Dan kom je op een getal tussen de 0 en de 9. Oké. De 0 en de 9. Ja, daar was nog even iemand die hier voorbij reed. Daar zit dus het getal in. Ik weet het getal. En die zit dan ergens in die zescijferige combinatie. Ergens in die zescijferige combinatie. Dus beginnen om maar zo wat op te schrijven. Dus bijvoorbeeld, ik ga jullie een voorbeeldje geven. Ik pak hier een plat papier. Ik pak gewoon een plat papier. Hup. Hint 1. Ik ga het ook opschrijven hoor. Hint 1. Dat ik die heb gegeven. Hoeveel
keer. Parking. Parking plus rotonde. Rotonde gedaan. Gedaan. Twee cijfers optellen. Optellen. En dan komt het dus op één getal uit en dat is dan dat getal. Ik ga ook de getalletjes erbij schrijven hoeveel keer dat ik over de rotonde ben gereden. Dus dan moet je dat dus opschrijven, dus ik heb dat nu ook gedaan. En dan begin je ook zo ergens op je plat papier of ergens zo vanachter op je plat papier. Dus zo dingetjes te tapen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan heb je dat getalletje, zeg je dan gewoon daar vanachter. Ja, dat is een 6 bijvoorbeeld. Of dat is een 5 bijvoorbeeld. Dan schrijf je dat erachter. Of een 4. Of een 3. Dus alle hints krijg je een getalletje. En dan moet je dan daar ergens in die 6-cijferige code dan ook ingeven. Dus bijvoorbeeld getal 9. Oké, die moet bijvoorbeeld op plaats 4 staan. Of getal 3. Dat moet bijvoorbeeld op plaats 3 staan, bijvoorbeeld. Hè. Ik zeg maar iets voor. En 9 mensen, ik ga jullie al een tip geven. Het gaat niet 0, 1, 2, 3, 4, 5 zijn. Of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat gaat het al sowieso al niet zijn. Dat is te gemakkelijk. Of 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Je weet wat ik bedoel. Dus die getallen, die mogen ook al schrappen. Dus die gaan sowieso al op de website ook al verschijnen dat die getallen al niet gaan gebruikt worden. Dus die staan al in de foutieve lijst. Dus ik hoop dat jullie goed hebben opgelet bij de timeslapje. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van mijn Q&A op locatie weer al. Want het was wel donker, maar het was wel eigenlijk een heel mooie locatie. Maar nu ga ik naar binnen toe. Nu ga ik de vlog in elkaar steken en dan slapen. Allee, tot morgen. Kijkers, ik heb blijkbaar nog iets gezien op YouTube. Dat er ook nog redelijk wat reacties achterwege zijn gebleven. Dus die ga ik ook even erbij pakken. Dat zijn er 30 in totaal. Bea doet eens zot op de camera in de natuurvlog 1064. Daar is ook een reactie op, nog reacties op gekomen dat de geluid weg is gevallen. Ja, daar ben ik momenteel mee bezig. Om dat te fixen, dat gaat dus een re-upload zijn. Ja, ik had de laatste fragment had ik ook per ongeluk in mute-modus gezet. Dan weten jullie dat. Dan 8:39. Geen gezonde hoest. Caronen? Nee, dat is een rokershoest. Dan nog van Sap Brutal. 13:42 voorrangsweg, waar je 90 km per uur mag rijden. Ga je eventjes eens een bus doorlaten. Sorry, maar dat is echt levensgevaarlijk. Zeker voor zoiets mag je er buiten direct je rijbewijs inleveren. Oké, ja. Als dat zijn mening is. Dan, Sabritel. Opnieuw met een volledige familie bij Moeke gaan eten. Opnieuw lapt CycleTV de coronamaatregelen aan zijn voeten. Kom aan, makker. Denk toch eens na. Uw Moeke is een oud persoon. Stel dat jij corona oploopt op bewaal en je besmet uw Moeke daarmee. Wat? Dan dan is het uw fout. Blijf in uw kot. Ik ga sowieso zeggen, ik eet in een andere kamer. Dank u. En dan, ga jij serieus heft in eigen handen nemen? Beetje boos omdat andere mensen via de pijstrook verder rijden en jij gaat even trachten die persoon te blokkeren? Wat als het een anonieme wagen was? Puur asociaal gedrag, zorg maar dat je niet de verkeerde tegenkomt die het boelijke tot schroot reduceert. Ik ga sowieso zeggen, de andere mensen achter mij deden wel een blauw duimpje omhoog. Ik zeg niet een blauw duimpje, ik bedoel gewoon een duimpje omhoog. Oké. Dat zijn reacties op de vlog 1063.
Dan nog een reactie op vlog 1063. Hoe is het met de coronademie? Ik lees geen nieuws. Ik zal ze even erbij nemen. Corona cijfers België. België. Op 21 februari nieuwe gevallen 1094, gemiddelde over 7 dagen 2263 besmettingen. Dan weten jullie dat. Ik ben nog even heel snel aan het kijken. Dus de coronacijfers kunnen jullie eigenlijk terugvinden op demorgen.be, zie ik. Zo gelijk West-Vlaanderen doet het met 13,1% beter. Oost-Vlaanderen is gestegen met 2,7%. Antwerpen is gedaald met 10,5%. Limburg is gedaald met 31,9% met besmettingen. Vlaams-Brabant met minder dan 8,4 besmettingen. Brussel plus 11,5. Waals-Brabant min 12,4%. Henegouwen min 10,3%. Namen is het een hele zware toename bezig met 21,6%. Luxemburg met 18,3% een daling. En het Luik ook met een daling van 15,2%. Voilà, dan zijn jullie weer al wat op de hoogte van de coronacijfers. Oké, dat was voor half hand. En dan wegens een YouTube-strike kan ik een week geen livestreams meer doen, bla bla bla. Wat heeft bowling met YouTube te maken? Danny van Hamel. Danny van Hamel, op YouTube noemt dat ook een strike. Een strike kun je krijgen dus als je een overtreding gaat. Dus ik heb een overtreding begaan met die laatste nieuws corona-helikopter te livestreamen. Daar is dus copyright op gekomen. En die video is bij deze ook offline gehaald. Dan weer een reactie op vlog 1063. Wat heb je gegeten in de quick? Chicken nuggets. Sanity flare, alstublieft. En dan Sabrutaal, wat heb je nu weer gedaan? Ik ga u één ding zeggen. Ja, wat ik heb gezegd van die laatste nieuws corona helikopter. Half hand op CSGO Danger Zone livestream. Als Dimi dit leest, vuven zulul. Oké. En dan 1062. Waarom is Bea boos op Chris? Heeft Chris Bea pijn gedaan of zo? Chris is toch altijd lief tegen iedereen. Dat is wel waar. Dat moet ik wel half hand wel gelijk ingeven. Dat was op de reactie op vlog nummer 1062. We blijven bij de vlog 1062. Halfhand, wanneer nog eens een koken met Psycho? Dat heb je toch pas gedaan. Dan Liam. Het Dimi jou... wacht hè. Het Dimi vindt je jouw merchant niet een beetje te duur. Bij de bekende YouTubers is dat normaal. Maar later kan je het wel duur maken. Ik verdien daar echt heel weinig op mijn merchandising. Per item dat ik verkoop heb ik maar een winst van 3 euro. Sommige items maar 2 euro. Dus ik moet al bijvoorbeeld 100 items verkopen voordat ik al 30 euro heb. Oké, Vlaamse strijder. Minuut 6, dubbelpunt 10. Dimi, wat moet je wij verstaan onder? Even rustig bezighouden op de computer. Toch geen vieze dingen, hé, mag ik hopen. Wat vindt Bea daar eigenlijk van? Kom aan, jongen. Bea, zo verwaarlozen door naar jonge meisjes in lingerie of zonder te kijken
op de hub. Command die me herpak je. Bea is er niet op tegen. Ik respecteer ook Bea. En wij hebben daar onze... Hoe moet ik het zeggen? We hebben daar besproken erover. We zijn daar ook rond. En ja. Okay. Dan gaan we naar vlog 1061. Liam, vlog lovertje 123. Doe eens godverdomme normaal. Dit was zo luid. Ik eis nieuwe trommelvliezen nu. Oei, dat moet ik wel eens bekijken. Ik zal nog even bij. Ja, dat klopt. Sorry daarvoor. Maar ik heb het ook opgemerkt en op mijn andere vlogs zijn de audiobestanden iets minder hard. Die heb ik ook minder hard ook ingesteld. Dan E-mails Pro Viewpod. Ja, dat heb ik ook al gelezen. Dan zitten we op vlog 1060. Waarom kan je niet livestreamen? Omdat je zo gezegd aan het werken bent. Wij horen absoluut geen lawaai en ik zie niemand daar buiten werken. Opnieuw uitvlucht. Jawel, ze zijn echt effectief op mijn straat aan het werken. Als je ook naar mijn thuislab hebt gekeken op het laatste, dan zie je ook dat mijn straat, dat ze daar echt heel zwaar aan het werken zijn. Dus ik lieg niet. Tweede keer dat je over Uber Quinn en Jude Nicolas praat in je vlog. Niemand kijkt dit hier, Robbel. Sorry, Dimi. 3. Maar stop deze kanalen te promoten. Wij zijn hier voor CycleTV, niet voor andere rommels zoals StukTV of Uberquin of Just Nicolas. Ja, oké. Okay. Dan nog een reactie op 1060. Is dat een nieuwe intro? Ja, Halvan, dat is een nieuwe intro. Dan 1059. Liam vlog loffertje 123. Eclairs bevatten melk, dus lactose je vergiftigt Bea. We zijn daar echt effectief niet mee bewust. We kijken ook heel goed naar de ingrediënten en al als we iets gaan kopen. Als met een schatje Bea dan mag eten, ja of nee. Dan 1059, dan DJ Paul, weer perfecte vloggen, dan Danny Verhamel heeft daarop gereageerd. Kom IP terug naar de server, die rotte appel Tamara is eruit. Dan, dat heeft Danny Verhamel gezegd, hè. Dan niemand, vlog lovertje, goeie grap. Dankjewel. Dan Halvand, ook nog op 1059, Q&A, hoe zit het met het CycleTV eSports team? Er ging er toch een CSGO team komen? Ja, dat is ook weer waar. Dus als jullie willen aanmelden voor een CSGO-team op te starten, mail mij gerust naar redactie@cycletv.be. Dat staat hier ook in het beeld. Dus redactie@cycletv.be. Voilà. Ik mis u, maatje. Je kijkt nooit naar zijn vlogs of streams, dus stop met liegen. Je hebt de Discord verlaten omdat je liever Kayo zijn hond speelt. Nee, echt waar. Let ook op wat je ook reageert. Let alsjeblieft ook op de taalgebruik. Dank u. Meer vraag ik u niet. En dan CSGO competitief livestream. Was er geen vlog vandaag, Timmy? Nee, de vlog was die dag kapot. Oké, okay, dan Pokémon Go van 06-07 tot 2020 tot en met 12-02-2021, CycleTV, daar zijn ook een paar reacties op gekomen. Niemand gaat dit kijken. Bij deze een dislike, doe wat meer moeite of je verliest de resterende 500 echte abonnees. Dat was gewoon een projectje van, ik weet ook niet wat, voor gewoon eens even bezig te zijn als ik eens niks te doen heb. Yo Dimi, wanneer komen er weer video's, man? De Cycle fans missen u. Gaat, gast, wat is deze? Zeg, ben niet lekker. Dan Eline de Vette. Sorry Dimi, maar ik ga deze PowerPoint-presentatie niet kijken. Goedkope manier om views te krijgen. Duimpje omlaag bij deze.
dan super zapbrutaal, serieus, een onnoze PowerPoint-presentatie van Pokémon Ghost Creatures, alweer een video waar niemand op heeft zitten te wachten. Ja, sorry hè. Waarom heb je mij geblokt op alles? Waarom heeft Bea mij geblokt op alles? Wat ben jij voor een ondankbare persoon? Jij hebt echt een les nodig. Hoe leef ik in de echte wereld en hoe behandel ik mensen die dingen voor mij doen met respect? Ik weet het, boef. En ik wil u zo graag terug hebben. Want Buttermew heeft misschien ook al gezegd tegen u, want dat ik u ook mis op Discord server en al. Dat je ook track admin krijgt en al op mijn Discord server en al. En ik hoor ook dat je terug is. Mijn vlogs ook maar terug renderen. Ik ben echt niet meer kwaad op u. Ik heb een foute set gemaakt. En ja, je straft mij daar echt heel veel bij. Want ik mis u ook echt ontzettend. Dit waren dan nog de extra reacties die ik nu ga goedkeuren. Voilà. Dat moet ik dus eens regelmatig doen. Oh, waarom wil dat nu niet werken? Oké. En dan de andere reacties zijn allemaal voor de vulbak. Voilà. Bij deze, heel veel bedankt om nog naar deze extra stukje te kijken van mijn vlog. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker alvast hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt. Of een nieuwe video. Bij deze, dankjewel om te kijken. En ga zeker ook eens langs naar www.cycletv.be. Tot de volgende keer. Ciao.